ben al lekker gewassen en aangekleed en ik loop nu naar Sonja toe. Dan hebben we daar samenkomst. Het is vrijdag, dus we gaan vandaag wat koken met elkaar voor vanavond. En verder laat ik de dag gewoon op me afkomen. Hele fijne dag! Ik ben bij Sonja en we zijn het eten voor vanavond al aan het voorbereiden en klaarmaken. Want we gaan natuurlijk de Shabbat in. En we gaan aardappeltjes in schil met rozemarijn. En wat zit er nog meer in? Ja, peterselie. En peterselie en knoflook. En snijboontjes met ook allerlei lekkers erin. En daar eten we deze bij. Kantarellen, ja. Lekker. En ik heb een gehaktbrood gemaakt. Van vegetarisch gehakt natuurlijk. En die gaat nu de oven in. En dan gaan we even afwassen en dan moet alles garen. Nee, het is even een tas. Waar ben je mama vandaag? Wie ben jij? Ik heb een middelvinger of zoiets. Baby. Zo noem jij mij. Baby finger. Zes vinger. Hier ben ik. Die laat mij. Dat is dat baby. Nou, we gaan vandaag weer de Shabbat in. Dus, nou, we hebben een fijne tijd tegemoet. Lekker gewoon tijd nemen om eigenlijk meer met God bezig te zijn. Daar een weg te zoeken. Even wachten. Dat we die dag eigenlijk krijgen om bij hem rust te zoeken. Even wachten. Nou, fijne Shabbat. Dank je wel. We hebben gehaktbrood gemaakt. Ja, dat klopt mis. Saus. Aardappels met rozemarijn uit de oven. En snijbonen met. Gewoon een maatje uitje. Nee, niet doen. Dat is kneertruid blijven. Opa, we willen een vorkje zetten. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oma. En dan? Open licht. Zet je er weer? Kom, dan gaan we weg. Ja, dat zou ook wel verschrikken. Oh, dat kind slaapt. Laat dat kind slapen. Oh, dat kind is moe. Ella, wakker worden. Ga je zwemmen? Nee, je zus. Hey, Pancho. Wat doet Pancho? Pancho wil binnen. Wil die binnen? Dank je, buiten. Oh. Ja, wat denk je? Lappa. Wat is dat? Lappa krijgen. is het nu gedaan? Wat? Trek zo'n levend die tot in je mond. Oh, dan wil ik wel. Nee, die is van Ella. Nee, opa. Die is van Ella. Ga weg. Ik ga weg. Ik wil die. Mag ik die? Nee. Mm, die is van Ella. Mag opa die een heel opa, klein stukje? Ze raadt nee, opa. Jongen. Opa mag op niks.
Ja, opa. Ziet er wel lekker uit, Ella. Eten, aten ze met Alex even naar de paarden toe. En als die terugkomt, gaan we lekker rustig aandoen. Ik zit nu met een bakje thee. En dan gaan we samen gezellig een filmpje kijken of zo. En op tijd slapen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Jezelf zoeken. Zoeken naar diegene die je werkelijk bent van oorsprong. Niet van overlevering of geboorte. Vanuit land, cultuur, opvoeding, situatie, emotie of omstandigheden. Maar werkelijk diegene zijn die je van de grondlegging van deze wereld al was. Geboren, geschapen en gevormd uit God. Heel veel mensen zijn zichzelf kwijt. Zijn diegene die ze denken te zijn of die ze moeten zijn. Niet beter wetend leven ze vanuit hun ziel, emotie en gewoonte. Kijk in de spiegel en durf te ontmoeten wie je werkelijk bent.